Sharon Schalkwijk, directeur Safety and Security Academy Suriname, SAS, is van mening dat aangezien Suriname zich voorbereidt op een nieuw tijdperk en de vraag naar experts nodig is op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit stijgt, de HSEQ MBO Plus opleiding op het juiste moment staat. Schalkwijk zegt verder dat het succes van deze opleiding te danken is aan de ondersteuning van het bedrijfsleven en het ministerie van AWJ en ROM en de cursisten die zich hebben ingeschreven. De SAS-directeur geeft aan wat de opleiding inhoudt en waarom het van belang is. We hebben gemerkt dat er een ontzettende niche is in Suriname waarbij men steeds op zoek is naar HSEC officers. En dat wil dan zeggen dat er een behoefte ontstaat natuurlijk. En als we op onderzoek uitgaan, merken we dat in Suriname nog steeds geen enkele opleiding wordt aangeboden zoals deze. Toch? Daarom is het idee ook opgevat om dit samen op te stellen. Wat ik ook erbij wil zeggen is dat we in Suriname vaak denken dat we meteen naar het buitenland moeten kijken voor bepaalde opleidingen. Omdat we dan, ik weet niet of we niet genoeg vertrouwen hebben. Maar wij als SSS hebben zeker ontdekt dat er Surinaamse deskundigen zijn die heel veel praktijkervaring hebben. En dan ook meteen tijdens deze opleiding ook de cursisten wegwijs kunnen maken over de zaken waar ze eventueel geconfronteerd kunnen worden. De opleiding bestaat gedeeltelijk uit een theoretisch gedeelte, maar voornamelijk uit een praktisch gedeelte. En dat is voor ons belangrijk, omdat deze mensen als ze klaar zijn met de cursus of een module, want de modules kunnen ook losverzorgd worden of gevolgd, dan dat ze meteen hun kennis en kunde kunnen inzetten. SAS staat met deze HSEQ MBO Plus opleiding aan de frontlinie om professionals op te leiden, mede dankzij de opkomende olie- en gasindustrie. Na het afronden van deze opleidingen zijn er ook vervolgmogelijkheden, onderstreept Schalkwijk. Zoals ik al zei, er is een ontzettende vraag naar HSEQ officers. Toch? Maar ook bij SSAS kunnen de mensen reflecteren, omdat in het veld vaak genoeg ook wordt gevraagd naar terzakendeskundigen die binnen bedrijven hun kennis en kunde gedeeltelijk of als consultant kunnen inzetten om bepaalde projecten op te vangen of te helpen begeleiden. Ja. Het openingscollege was afgelopen zaterdag en de opleiding duurt 1,5 jaar, waarbij cursisten na succesvolle afronding een diploma krijgen.